Klopt. Naar aanleiding van het vorig jaar, toen waren we met corona. Toen hebben we besloten dat aan de andere kant van de tuin van Rozenoord te doen. Vanwege dat uit elkaar moeten zitten en zo. En dat was meer ruimte als hier. Maar dat is daar vorig jaar zo goed bevallen dat wij dachten, we doen het voortaan daar. En dat heeft ook nog iets moois met dat defilé dadelijk daarna hier naartoe. Komt dat monument toch ook in beeld eigenlijk. Ja, dat was het een beetje. En lekker weer een keer, hè? Ook lekker weer. Meestal is het wel goed weer, ja. Dan misschien te vraag, misschien wel. Nou, misschien nog vandaag is het wel bijzonder warm. Maar... Goedemiddag allemaal. Vandaag is het de tweede keer dat de Indië-herdenking hier plaatsvindt. Voor de initiatiefnemer, tevens voorzitter van de hiervoor opgerichte stichting Payung, Henk Bijen, is hierdoor een droom uitgekomen. Een droom ingegeven door de wens om diegenen die ons door die vreselijke oorlog in Indië ontvallen zijn, nooit te vergeten. De organisatie is blij met uw aanwezigheid en wil in het bijzonder welkom heten lokale burgemeester mevrouw Letty Demmers, wethouder lokale burgemeester van Bergen op Zoom, de vereniging Dino, de stichting Pelita, de stichting Tante Louise, het Meusen Fonds, stichting Masboom Brozens, stichting Adina. En als laatste wil ik noemen, tot onze verrassing, kan ik wel zeggen, een afvaardiging van oud-employees van de Koninklijke Pakketmaatschappij, de KPM. Dat vinden we erg leuk, de KPM, roemrucht onder de oud-Indiëgangers. Er zijn boekjes uitgedeeld. Het is me een grote eer u welkom te heten bij deze Indië-herdenking in Bergen op Zoom, waarbij wij stilstaan bij de capitulatie van Japan en waarmee officieel een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar, 77 jaar geleden. Een bijzonder welkom aan allen die de oorlog aan de lijve hebben ondervonden en aan hen die de littekens van deze oorlog nog steeds met zich meedragen. Mevrouw Letty Demmers, uw aanwezigheid als vertegenwoordiger van onze gemeente Bergen op Zoom geeft net dat officiële tintje aan deze plechtigheid wat onze stichting Payung enorm waardeert. Vandaag brengen wij een eerbetoon aan de oorlogsgeneratie en herdenken wij nadrukkelijk alle slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië. Maar ook de slachtoffers van de Bersia-periode en de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië willen wij vandaag herdenken. Voor de Indische en Molukse gemeenschap en andere bevolkingsgroepen in het toenmalig Nederlands-Indië eindigde de oorlog helaas niet op 15 augustus 1945. Want 2 dagen later namelijk begint de vrijheidsstrijd van Indonesië, die zal duren tot en met 1949. Voor de Indische en Molukse gemeenschap gaat de oorlog dus door. We zitten dan eerst in de beruchte Bersia-periode, die zal duren tot maart, april 1946. En daarna breekt een hele moeilijke tijd aan van onderhandelingen, onrust en gewelddadige strijd, waarvan Indische Nederlanders en Molukkers heel vaak het slachtoffer zijn van de fanatieke jonge Indonesische vrijheidsstrijders. Nederland bestrijdt de republiek in wording met 2 politionele acties die echter gedoemd waren te mislukken. Op 27 december 1949 wordt Indonesië onafhankelijk. Nederlandse staatsburgers moeten Indonesië verlaten voor hun eigen veiligheid. Dat is een groep van ongeveer 300.000 personen. En u begrijpt dat de keuze voor de Indische Nederlanders een enorm dilemma was: in ons land blijven waar we zijn geboren en getogen, of vertrekken naar Nederland dat we alleen maar van school kenden. Vandaag zijn we te gast op Partycentrum Rozenoord. En waarom wij deze ceremonie niet bij het monument houden, is het feit dat we het vorig jaar door beperkende maatregelen met corona gekozen hebben voor deze plaats in de tuin. En in overleg met de eigenaar van Rozenoord heeft onze stichting besloten
de herdenking op deze manier te blijven doen. Na deze ceremonie zullen wij een defilé langs het monument lopen, waarbij kransen en bloemen gelegd zullen worden. Het monument aan de andere kant van de tuin ademt rust en vrijheid uit, terwijl één dag reizen hier vandaan in Oekraïne oorlog is. We kunnen ons dat bijna niet voorstellen. Een echte oorlog is het. Een maand geleden hebben de kinderen van Karel Ferdinand Bulham uit Berg op Zoom postuum het ereteken voor orde en vrede en het oorlogsherinneringskruis ontvangen. De kinderen zijn bijzonder trots op hun vader. Hij, Ootje is zijn roepnaam, heeft zijn leven gegeven voor de vrijheid waarin zij en wij nu mogen leven. 77 jaar geleden begreep de generatie van toen al dat vrijheid een groot goed is en heel kostbaar. En die vrijheid van 77 jaar geleden staat nu onder druk. Het is zelfs in gevaar. Het is de taak van onze kinderen, ze zijn nu 40, 50 en 60 jaar, om de vlam van de vrijheidsfakkel brandend te houden voor ons en vooral voor hun eigen generatie. En niet door oorlog te voeren, maar door met elkaar in gesprek te gaan. Vooral naar elkaar luisteren en samen zoeken naar oplossingen. Deze vrijheid is te kostbaar. En jullie moeten deze vrijheid in stand houden en beschermen. Laten wij met jeugdige gretigheid deze, onze vrijheid, omhelzen en koesteren. Ik wens u een betekenisvolle herdenking toe. Een fragment voorlezen. Het is een fragment uit het boek dat gaat over de Japanse vrachtschip de Junya Maru. En dat is een vrachtschip met aan boord Nederlands-Indische krijgsgevangen en het voer met een Japanse vlag. En later werd het getorpedeerd door een Engelse onderzeeër. Dit is een heel speciaal fragment, want het is voor... Moeit door gebrek aan slaap, uitgeput door spanning van de angst voor torpedering, begon menigeen wartaal uit te slaan. Er waren in die alle ernst om patjols en spadevoeren om de bandjeer te stuiten. En er waren die zich zitten waanden, niet aan boord van het schip dat er vervoerde, maar aan de rand van een Sawa, waarbij de irrigatiewater wat er was over hun rug en benen liep. En het wisselende spel van regenbuien en gure wind zette zich de gehele nacht voort. Niemand dacht meer aan overleven. Als schrille tegenstelling met die nacht begon de 18e september met een wolkenloze hemel, met een grote hitte aan dek en in de ruimen van de Junya Maru. Op diezelfde dag begon tegen 5:00 middags de lucht zwaar te betrekken. Een herhaling vrezend van een gedwongen regenbad in de nacht trachten vele dekpassagiers beneden een plaatsje te vinden. Inderdaad waren er zitplaatsen vrijgekomen omdat vele uit... Zonnetje gaat van opschijn. De avond rood kleurt weer het vuil. Zoete rust mogen wij beiden nog door geen zorgen gekweld. Hoort gij het klokje met lieflijke klank ons weer naar huis roept, tot bij en tot dank. Luid je klokje, luid voort, slapen wij straks ongestoord. Schemering daalt op de dreven, de avondster glanst weer van ver. Straks staat Gods naam weer geschreven, schitterend in
sterren bij sterren. Hoort gij hoe klokje met lieflijke klank ons weer naar huis roept, tot benen tot dank. Luid, o klokje, luid. Neerlegde, dat blijkt weer uit de aanwezigheid van zoveel mensen op een dag dat iedereen eigenlijk alleen maar de schaduw opzoekt en eigenlijk thuis bijna niet weg wil, maar u bent er gewoon allemaal. En dat tekent maar weer wat het inderdaad is, ontzettend mooi weergegeven in jouw speech. Compliment daarvoor. 19.000 kilometer, dat is de afstand tussen Nederland en Indonesië. En dat klinkt ver, en dat is het ook. Nu zo'n 19 uur vliegen. Maar vroeger zo'n 4 weken varen met pakketboot. En ik begreep dat de vertegenwoordigers van de maatschappij vandaag aanwezig zijn. Leuk om dat te horen. Maar eigenlijk is Indonesië heel dichtbij. Want dat prachtige land in het Verre Oosten is onderdeel van onze eigen cultuur. Sterker nog, ik durf te beweren dat Indonesië diep geworteld is in onze samenleving. Die verwevenheid tussen Nederland en Indonesië komt op verschillende manieren tot uitdrukking. We zien dat bijvoorbeeld terug in onze taal, die behoorlijk wat woorden bevat die uit het Indonesisch of Maleis afkomstig zijn. Op je blote kakies. Onze Vader, die in de hemel zij, geheiligd wordt uw naam. Onze Vader, die in de hemel zijt, laat komen uw rijk. Uw wil geschieden, op aard als in de hemel. U wil geschieden, o aarde, als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En vergeef ons onze schulden.
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Niet alleen wat veel mensen denken, alles zomaar kunnen doen wat je wil. Ik heb daar veel over nagedacht, naar aanleiding van de uitnodiging van Stichting Pajoen. En ik ben met het volgende gedicht op de proppen gekomen, waarbij ik me ook heb laten beïnvloeden door het motto van de Republiek Indonesië. En dat luidt Bhinneka Tunggal Ika. Een oude spreuk in het Sanskriet. En die heb ik in het Nederlands in de slotregels van het gedicht gezet. Vrijheid kent veel aspecten, maar ook het voorlezen van een gedicht kent verschillende manieren. En ik lees daarom, met verschil van accenten, het gedicht twee keer. Vrijheid. Vrijheid is niet alleen een woord, maar ook een wereld die deels wel en deels niet weet wat dit woord vermag. Het losmaken uit kamp en vernedering. Het ontstijgen aan honger en pijn. Het ontduiken van censuur en anno nu, heel belangrijk, het doorzien van fake news. Vrijheid telt slechts 7 letters, maar het woord is mede daarom nooit af. Het eist onderhoud en zorg. Het doorgeven van oude ervaringen die altijd nieuw moeten blijven. Het ontwikkelen van inzicht, vooral in jezelf. Vrijheid doet een nooit aflatend beroep op het altijd belaagde geloof in eenheid, in verscheidenheid. In verscheidenheid, in eenheid. Vrijheid is niet alleen een woord, maar ook een wereld die deels wel en deels niet weet wat dit woord vermag. Het losmaken uit kamp en vernedering. Het ontstijgen aan honger en pijn. Het ontduiken van censuur. Het doorzien van fake news. Vrijheid telt slechts 7 letters. Maar het woord is nooit af. Het eist onderhoud en zorg. Het doorgeven van oude ervaringen die altijd nieuw moeten blijven. Het ontwikkelen van inzicht, vooral in jezelf. Vrijheid doet een nooit aflatend beroep op het altijd belaagde geloof. In eenheid, in verscheidenheid. In verscheidenheid, in eenheid. Ik dank u wel. Moest ik jou verlaten? Eenzaam sta ik voor mijn raam. Grauw is de lucht. En als ik zeg, vormen mijn lippen jou aan.
zal jou nooit meer vergeten. Ik droom van jou elke nacht. Dat hoor ik weer, net als wel eer. Kamelen, klanken, heel zacht. Surabaya, Surabaya. Het is zee en je hemel zo blauw. Surabaya, Surabaya. Mijn gedachten zijn altijd bij jou. Surabaya, Surabaya. Met je zee en je hemel zo blauw. Ik had het een beetje een naprogramma. En altijd is al zo vaak geweest dat we dat vorig jaar voor het eerst hebben gedaan. Dus vandaar de tweede keer. Wat is de bedoeling? Dat is eigenlijk iets heel simpels. We hebben, omdat we met een thema hebben gewerkt, verbondenheid, hebben we ook gedacht van, joh, hoe kunnen we dat tot uiting brengen of hoe kunnen we dat laten zien? En toen dachten we, ja, dan kan ik dat zelf wel weer gaan doen als kunstenaar, maar dat doe ik niet. Maar ik begrijp wel hoe het in elkaar zit. Dus we hebben gezegd, zo, we kunnen gaan werken met mensen met die Indische achtergrond en de vraag kunnen stellen, hoe ervaren jullie het om vanuit die verbondenheid, vanuit je eigen cultuur. We hebben wel eens gezegd van, goh, het lijkt net of sommigen het gevoel hebben gekregen dat ze een vaderland hebben verlaten en daardoor zijn moeten verhuizen naar een moederland. Er zit een heel groot verschil. En dat verschil is wel fijn als je dat met mensen kunt delen. Dus we hebben gestart en ik heb een kunstenaar gevraagd, Juni. Juni is helaas niet aanwezig. Die had een andere afspraak. Juni, wil jij jouw idee over verbondenheid is omschrijven. En dat heeft ze gedaan, dat kun je straks allemaal nog wel een keer doen, want we leggen ze nog wel even weg om te kijken. Ik lees alleen eventjes voor wat ze heeft beschreven. Al het leven is verbonden in een web met oneindig veel variaties, waarbij alles met alles samenhangt. De natuur, waarvan wij een onderdeel zijn, groeit en bloeit onafhankelijk van elkaar, maar toch wel gekoppeld aan elkaar. De natuur, ook de mens dus, is dus nooit onbegrensd. Dat is een citaat van Sir Attenborough. En voor haar is het idee van verbondenheid is dat wij allemaal in verbinding staan met elkaar. Dat geen mens een eiland is. Ieder een deel is van het geheel en een steentje bijdraagt. Ik ondergeschikt aan het wijgevoel. Verbinding ontstaat door elkaar te ontmoeten, elkaar te begrijpen, te aanvaarden, te vertrouwen en door aandacht te schenken. Kortom, verbondenheid is het idee dat wij als mensen alleen door andere mensen mens zijn. Dat is een citaat van Mandela. Het leuke is dat als je daarover praat, dat je allerlei woorden daaraan kunt maken. Maar... Nou Loes, je hebt, het leuke is, we hebben 2 juli hebben een Kamp Roulant gedaan hier. Om mensen uit te nodigen, is te komen kijken. En misschien eens een keer van gedachten te wisselen of iets te tekenen en te maken. Hoe klein dat het tekentje kan zijn, hoe interessant dat dat dan wordt. Wil jij er iets over vertellen? Dat dacht ik. Het is een Keltisch teken. Dat wist ik niet toen ik het voor het eerst zag. Ik zag namelijk een heel klein hangertje hangen in een winkeltje. En ik dacht eigenlijk aan, omdat het nergens stopt, het gaat overal door en het komt elke keer weer terug, dacht ik eigenlijk aan de oneindige liefde. En toen heb ik het gekocht voor mijn dochter. En zij heeft het hangertje heel vaak nog om. En toen dacht ik daaraan toen ik hier zat, ik denk ja... liefde, dat is toch iets wat ook verbindt. En vandaar dat ik dit toen op papier gezet heb. Maar het ziet er natuurlijk niet uit, want ik kan helemaal niet tekenen. Maar het idee, dat is wel naar voren gekomen. Het Heel Molukslied. Het gaat over vriendschap, broederschap, eenheid en in de verbinding staan met de ander. Lang heb ik dit lied gezongen.
zonder de tekst te begrijpen eigenlijk. En toch voelde ik altijd wel de emotie die ik niet goed kon plaatsen. Op het eind van een Moluks of een Indisch feest wordt meestal Gandonge gezongen. Mensen komen de dansvloer op, pakken een wit servet bij gebrek aan witte zakdoekjes en deinen met dat lied mee, zwaaiend met het witte servetje. En nou denk ik ineens, ik heb de servetten vergeten. Ik heb een korte uitleg gevonden bij dit lied Gandonge. Er is namelijk een vrije vertaling gemaakt van een stukje tekst in het refrein. Mari Beta Gendong, Beta Gendong Alejua. Laat mij jou toch dragen. Ik draag jou als mijn broeder. Samen één worden. Met elkaar verbonden zijn. Samen de schouders eronder zetten. Dan wordt de last minder zwaar ervaren. De last wordt vanzelf licht. Luister en zing en doe mee met Gandonge. Maricando, Marijua, Alejo, Beta, mau bilang ale, katong dua, satu gandong, hidup, ale dan kata, sungguh manis, lawan. Ale rasa beta rasa katong dua satu gandong. Sing mame gai dua gandong e siyo gandong e mari beta gandong. Beta gendong ale jua katong dua cuma satu gandonge satu hati satu gandonge. Gandong, la mari gandong, mari jua aleyo, beta mau bilang ale, katong semua satu gandong, hidup ale dan kakak, sungguh manis. Awange ale rasa beta rasa katong dua satu gandong. Ini macam ale gandong e siyo gandong e mari beta gendong. Katong dua, katong dua, cuma satu gandonge, satu hati, satu gandonge. We don't get all my Velasquez. Satu gandong,
Nog heb over vrijwillig, die is geweldig, die doet alles. Die is overal bij. Die, als je aan haar vraagt van goh, heb je, nee, ja, dus het antwoord is al gelijk ja als je nog niet eens je vraag hebt gesteld. Joyce is er altijd. Joyce helpt overal. Is een steun en toeverlaat voor onze stichting als wij iets organiseren. Dat is voor allerlei andere clubjes waar ze bij zit, voor overal. Joyce, dus dat vind ik heel fijn. En nou moet je hier naartoe komen. Ik dacht met verbinding, dat werd mij gevraagd en ik dacht van iets met handen te doen, een vlag, een banier. Ik wist niet zo goed wat een banier was. Ik dacht eerder gewoon iedereen een hand en vlaggetjes maken van handen, hè, want dat verbindt, zoals dit ook, dit verbindt. Geweldig dat jullie allemaal zijn gekomen trouwens, met het warme weer. En nou ja, in ieder geval, ik zag ergens een foto van een hand. Nou, mijn wortels liggen wel in Indonesië, in Bandung, maar ik was 15 maanden dat wij in 1965 naar Nederland kwamen. Ik ben heel erg nerveus, want dit is al die aandacht. Oké. Kijk, ga even rustig. Wat heb je? Even denken, wat was ik al aan het vertellen? Oh ja. Ja, uit Bandung dus. Dus mijn ouders, mijn moeder is komt uit Surabaya en mijn vader komt uit Sumatra. Nou, in ieder geval, ze hadden daar een heel goed leven. Ze hebben een huis moeten verkopen en als laatste heeft mijn vader geloof ik nog een brief naar de koningin gestuurd om een lening te krijgen om naar Nederland te komen. Nou, in ieder geval was dat allemaal gelukt. We zijn in verschillende pensionen geweest, één keer in Beverwijk. Toen naar Amsterdam en daar hebben ze natuurlijk uiteindelijk een huis gekregen in Amsterdam-Zuid en daar ben ik ook getogen. Ik ben meer Amsterdams dan dat ik Indisch ben en ze wilden ook dat we natuurlijk heel erg Nederlands, het taal gewoon heel erg eigen maakten en dat is ook wel gelukt, dus ik weet helaas niet veel Indische woorden. Maar goed, dat was hun taal en dat vonden ze handig om dan hun eigen verdriet als ouders met elkaar te bespreken, zodat de kinderen daar geen last van hadden. En de tekening staat dan ook, de wortels. Ik ben echt letterlijk gedragen naar een toekomst vol vrede en liefde. En eigenlijk voelt dat nog steeds zo. Dus ja, ik. Een paar jaar geleden, 2 jaar in de coronatijd mogen maken. Dat is wel een mooi verhaal eigenlijk dan, Hans, want nou kom jij erop, maar het boek De Verzwegen Oorlog ligt binnen. Mag je gratis meenemen, is voor iedereen die betrokken is of voelt dat hij daar iets in kan lezen wat hem zal aanspreken. En dat kun je alleen maar doen door het mee te nemen. Daar staan een aantal mensen in die oorspronkelijk vanuit de Indische woning via Moermond zijn gevraagd waar Tante Louise voor heeft gezorgd om te zeggen, God, zou je die mensen is kunnen interviewen en andere mensen die daarbij betrokken zijn. En één daarvan is Henk. Henk en broer Ron, zo hebben we elkaar leren kennen. En wij hadden interviews met elkaar. En het mooie was, daar is eigenlijk onze verbondenheid ontstaan. Daarom vind ik het zo mooi dat je het zegt. In het boek was de bedoeling dat mensen zouden vertellen over hun leven. Wij maken al een aantal jaren de vergeten verhalen met verhalen, levensverhalen. Maak ik portretten van de mensen. Willem, jongeneden, het is een tekening van Jennifer. Het is moeilijk om van afstand te zien. Als je van dichtbij kijkt, zul je het gelijk herkennen. Het is de kus van Rodin. Dat is een prachtig beeld. Maar voor Jennifer was daar een mooi verhaal. Allerlei gedachten waar we daarover hadden. Hè? Want we hebben van alles besproken met Junie erbij en noem maar op. En het mooie is dat je pas later heel simpel zei van, ja, het is zo mooi hoe dat werk is ergens naartoe gegaan, maar hoe dat is ontstaan. Nou ja, jij mag daar zelf iets over. Ik zei, ik ga met je mee, want ging ze gewoon even naast me staan, vond ik fijn. Maar wat ik ook leuk vond is, zeg maar, het gaat over verbinding. En zij is een vriendinnetje van Isa, en dat is mijn dochter van 9, in de klas.
Nou ja, en dan ga je met elkaar, gaan ze spelen en zo. En dan, oh, spekkoek. Oh ja, dat ken ik ook. Oh ja, weet je wel, zo. En dan merk je dat zij ook een Indische achtergrond heeft. En dat is dan toch wel heel erg leuk. Omdat dat, ja, eigenlijk is vriendschap natuurlijk de verbinding. Maar dan merk je dat je veel meer gemeen hebt. En dat is dat Indisch zijn. Nou, en de vraag was natuurlijk van, hoe ga je dat dan op papier zetten? De verbinding met Indisch zijn en, ja, met je Indisch zijn. Ja, dat ging natuurlijk helemaal niet, want ja, wat ga je doen dan? Wat ga je tekenen? Helemaal niks. Gewoon een wit vel, want dat kan je niet uitleggen natuurlijk. Dat is er gewoon. Maar ja, het is wel iets wat ook voor mij, zeg maar, mijn oudste tante is net overleden. Alle, ja, roots, zeg maar, met het Indisch zijn, dat gaat ook wel weer een beetje, ja, verdwijnen, zeg maar. Want ja, dat was voor mij het Indisch zijn. Maar zelf sta je er niet bij stil dat je het ook bent. Ik ben gewoon Nederlands, zo voel je jezelf. Je bent de eerste 12 jaar opgevoed bij Nederlandse, in het Nederlands, zeg maar. Nou ja, en ja, dus dat verbinden is heel, heel abstract, zeg maar. Je bent het gewoon. En ja, het moet, de verbinding naar de jeugd en alles moet komen. Maar ja, je moet, ja, dus moet wel in stand worden gehouden of zoiets. Ja, Indisch zijn, ja. Weet je, dat was dus de vraag waar je dan over na ging denken. Maar goed, toen is er toch een tekening uitgekozen. En dat is inderdaad de kus van Rodin. En voor mij is het delen van, ja, het gevoel van het maken van die tekening, zeg maar. Dat soort intens gevoel is het. Ja, als je tekent of je doet iets anders wat je heel graag doet, zingen of iets anders je uit jezelf. Dan, en via die tekening, het delen. Voor mij is het delen van mijn intense gevoel via tekeningen. Het delen van een gevoel waaraan anderen zich kunnen verbinden door het te zien als ze dat willen, zeg maar. Zoiets is het meer. En heel toevallig is deze tekening eigenlijk, ja, een keer op Facebook gezet door mij. En ook toen begon de oorlog in de Oekraïne. En nou ja, wie wil hem kopen en dan doneren we het naar de Oekraïne. Oké, ik denk, nou ja, het zal wel, weet je wel. En toen kwam mijn nicht uit Australië. Volgens mij heb ik die gewoon ook nog nooit gezien. En die heeft hem dus aangeschaft. Ik heb hem verzonden naar haar. En die hangt nu bij haar aan de muur. En dat is heel erg leuk. En ze heeft gewoon echt alles wat ze ervoor over had, zeg maar. Het gaat helemaal niet om het bedrag of zo. Heeft ze gewoon overgemaakt naar de steun voor de Oekraïne. En ja, en nou hangt die tekening hier als een soort symbool van verbinding. En ja, dat vind ik dan wel heel mooi. Mooi, zeg maar. Dus dat. Caritas et amor, Deus ibi est. Christus Liebe heeft ons tot eenheid gebracht. Laat ons juichen en blij zijn in hem. Laat ons oprecht beminnen de God die van harte goed zijn met elkaar. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Laat ons dus nu wij hier te samen zijn, zorgen dat er geen verdeel. Ook weer geen onenigheid, moge Christus in ons midden zijn. Kom. Ja, kijk, als ik van tevoren mensen ga vragen, vind je het goed als ik je dan vraag om wat naar voren te komen en wat te vertellen, dan weet je het antwoord, dan zegt ze nee. Nee, dat durf ik niet, dat doe ik niet. En ik weet dat jij het heel goed kunt en heel goed durft. Maar je wist gewoon lekker van niks. Dus ik denk, ik ga je daarmee verrassen. En dat heeft ook een reden. Als je het nou hebt over in het leven. Dat is natuurlijk veel mooier. Vele malen mooier. Maar even kijken. Dat is het. Wat ik heb getekend hier, dat kunnen jullie vast en zeker wel zien. Maar dat zijn drie hartjes. Het ene hart staat voor Brian, mijn partner. Die is van Nederlandse afkomst. Ik
zie hier, ik ben hier aan de linkerkant. Ik ben namelijk half Indisch en half Nederlands. En onze dochtertje zit inderdaad hier in het midden. Die lijnen die verbinden inderdaad ons en ons dochtertje uiteraard in het midden. De groene lijnen die staan voor de gordel van Smaragd natuurlijk. En ze hebben mij gevraagd wat verbondenheid is. En dit is voor mij de ultieme verbondenheid, omdat ik zelf half ben, in doodje. De Nederlandse cultuur en de Indische cultuur zit bij mij compleet helemaal in elkaar verweven. Er is niets aparts. En daarin voel ik heel veel verbondenheid. Ik voel heel veel verbondenheid met de Nederlandse cultuur, maar ja, stiekem, ja, sorry, ietsjes meer met de Indische cultuur. Ik zie er misschien iets minder Indisch uit, maar mijn gewoontes, mijn woorden, manier van spreken, mijn temperament, mijn gedragingen, de beleefdheden die ik in me heb, is allemaal, ja, die zitten diep geworteld in het Indische. En daar ben ik ontzettend trots op. En ik probeer dat ook over te geven aan mijn dochter, die jullie vast en zeker net hebben gezien. Blond haar, blauwe ogen. Is helemaal niets Indisch aan, behalve misschien een beetje haar neus. En haar eetgewoontes, want ze onthoudt ontzettend veel van de Indische keuken. En ja, daar ben ik ontzettend trots op. Ogenblikje. Iedereen kent een ogenblikje. Heb je een ogenblik? Een ogenblik. Maar de betekenis daarvan vind ik eigenlijk veel fijner. Als je daar bij stil zou staan, dat mensen is een ogenblik. Met hun ogen een blik zouden herkennen van hulp, behoevend. Misschien is wat vaker elkaar in de gaten houden. Elkaar eens wat meer proberen te zien zoals ze zijn. En te accepteren zoals ze zijn. Een blik vertelt heel veel. Ik heb het omschreven. Soms begreep je daar helemaal niks van. Ik ook niet, maar ik schrijf het dan maar zoals het staat. Ogen zoeken. Vinden. Wie gezien wordt, zal ogen zien. Gevuld met begrip. Een blijk van liefde. Vervuld in een ogenblik. Dit was eigenlijk... My heart is beating low. And my head is cold. And you can sing with my best friend. On the other side of town. I don't mind this way, our mind is turning round. But if you don't cheat on me, don't cheat on our old town. I can't stand up to my dreams and look in the eye of more Christians that I know would be the month of my life. You spend all your past time making me proud. But if you're gonna cheat on me, don't cheat my hometown. There are no secrets in this country.